een nieuwe video. Ik wil heel even voor een paar dingen mijn excuses aanbieden. Natuurlijk één, dat ik zo lang niet heb geüpload. Het is nu 2 maanden geleden. Het tweede waarvoor ik mijn excuses wil aanbieden is omdat ik op een lijk lijk. Ik zie eruit als een lijk en het spijt me daar heel erg voor. Een maand geleden had ik nog een ander bed, dus had ik natuurlijk ook een andere setting. Dus ik moest weer iets nieuws gaan creëren en het is dit geworden. Laat wel even in de reacties weten of je dit een leuke setting vindt. Op dit moment dat ik de video opneem, is het vakantie. Het is kerstvakantie, dus heel veel gaan skiën. Anderen die gaan iets anders leuks doen. Anderen die gaan gewoon op vakantie naar een warm land. En anderen die gaan slapen. Nou, ik ben dus diegene die heel veel slaapt. Maar voordat je slaapt zijn er natuurlijk ook problemen die vooraf komen. En dat is, jawel, het in slaap vallen. Nou, ik weet niet of jullie het ooit hebben, maar ik heb echt van die dagen dat je gewoon wil slapen, maar dat lukt niet. Je kan gewoon niet in slaap vallen en dat is gewoon zo irritant. Dus, vandaar dat ik ook bij deze video ben gekomen. Want ik heb voor jullie 10 lifehacks zodat je snel in slaap valt. Eerste tip is slaapmedicatie. Slaapmeditatie kan je gewoon vinden op YouTube. Bij iemand anders heb ik gezien dat het heel erg goed werkt. Tenminste, dat zei diegene. Wat je doet is je gaat gewoon naar YouTube toe of naar internet. En zoekt op slaapmeditatie. Dan krijg je allemaal video's. En als je dat luistert voordat je gaat slapen of ondertussen dat je dan al alvast je ogen dicht doet. En in de hoop dat je daardoor in slaap valt. Dat kan ook. Dan kan je het ook luisteren. Heel veel mensen zeggen dus dat het heel erg goed helpt. Ik heb het ook een keertje geprobeerd. Op zich, die dag ging het goed. Maar ik heb voor de rest nog geen andere dagen uitgevoerd. Tweede lifehack is dat je hier tussen je ogen heb je een middenpunt. Natuurlijk. De hele tijd je vinger op dat middelste punt houdt. En een beetje drukken. Ze zeggen dat als je dit doet dat je dan veel rustiger wordt. En als je rustig bent is het natuurlijk makkelijker om te slapen. Derde lifehack is dat je 60 seconden met je ogen moet knipperen. Nou, moet je niet zeg maar zo heel rustig gaan knipperen. Maar gewoon echt zo snel als je kan. Als je dat 60 seconden doet worden je ogen vanzelf moe van het knipperen. En kan je dus beter slapen. De vierde lifehack is dat je kamer koud moet zijn. Het hoeft niet per se koud te zijn. Want voor heel veel mensen is dit gewoon verschillend. Ik vind het persoonlijk fijner om in een warme kamer te slapen. Maar heel veel kunnen ook veel beter slapen als je kamer koud is. Moet je gewoon een keertje voor jezelf kijken wat voor jou het handigste werkt. Of je het fijner vindt om in een koude kamer of in een warme kamer te slapen. Heel veel mensen kunnen beter slapen als je kamer koud is. De vijfde lifehack is bewezen dat als je 1 lepel met honing in melk doet. En als je het dan roert. Daarvan schijn je beter te kunnen slapen. Omdat je daardoor ook rustiger wordt. En sowieso melk voor het slapen gaan vinden heel veel mensen lekker. Ik kan melk echt uitkotsen. Ik vind het echt zo ontzettend smerig. Bij de zesde tip weet ik toch wel dat heel veel mensen dit niet gaan doen. Maar het helpt wel. Ik denk dat sowieso iedereen wel. Of je zit sowieso af en toe al gewoon op je bed andere dingen te doen dan te slapen. Eten op bed, die doen huiswerk op bed, die leren in of op bed. Misschien zit je nou wel gewoon in bed mijn video te kijken. De kans is groot. Het schijnt dus te zijn dat als je alleen echt moe bent dat je naar bed moet gaan. Dat snap ik. Maar het is lastig. Want bedden zijn fijn. Als je van jezelf weet dat je vaak op jouw zij in slaap valt. Dan moet je een keer proberen om op je linkerzij te gaan liggen. Ze zeggen dat als je op je linkerzij ligt. Dat je dan sneller in slaap valt. En ik heb het echt heel vaak uitgeprobeerd. En het werkt echt super goed. Je hebt mensen die douchen 's ochtends. Of die douchen 's avonds. Kan ook allebei. Maar je kan een keer proberen dat als je 's avonds gaat douchen. Of in bad gaat. Om een warme douche of bad te nemen. Bijna klaar bent met douchen moet je het in 1 keer naar koud draaien. Als je daar een paar seconden onder hebt gestaan. Moet je het weer naar warm draaien. Daardoor komt er meer rust in je hoofd. En kan je beter slapen. Als jij iemand bent die echt over alle dingen nadenkt waar jij je eigenlijk helemaal geen zorgen over hoeft te maken, dan is deze tip echt iets voor jou. Je moet gewoon proberen als je echt een keertje niet kan slapen omdat je gewoon te veel in je hoofd hebt. Alle onbelangrijke dingen moet je in je hoofd even geen aandacht meer geven. Dit zit nog allemaal in mijn hoofd en dat moet ik nog doen en dit moet ik nog doen. Je moet gewoon denken, oké, nu is het tijd om te slapen en de volgende dag heb ik nog genoeg tijd om dit allemaal uit te werken. Ik heb zelf heel vaak dat als ik niet kan slapen dat ik gewoon allerlei andere posities ga uitproberen. Dus op mijn zij, op mijn buik, op mijn rug. Gewoon aparte posities, kan ook. Maar je moet ook voor jezelf denken van, kan ik hier ook echt in slaap vallen als ik zo blijf liggen? Word ik dan niet binnen 20 minuten weer wakker omdat ik dan weer, omdat het niet comfortabel ligt? Je moet gewoon proberen, als je niet kan slapen, moet je gewoon op 1 positie heel stil gaan liggen. Dus niet elke keer weer een andere positie proberen. Nee, gewoon echt stil blijven liggen en dan val je vanzelf. Dus dat was het weer de video. Vond je het leuk? Vergeet dan vooral geen blauw duimpje omhoog te doen. Wil je meer video's van mij zien? Vergeet dan vooral niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden op de rode button of hier op het rondje. En dan hoop ik dat ik jullie weer zie bij de volgende video. Doei!